Wist je dat vragen een van de makkelijkste manieren is om te krijgen wat je wilt? En toch zijn er heel veel mensen die moeite hebben met vragen. En weet je waarom? Meestal omdat ze bang zijn dat hun vraag gek is, of dom of lastig. Maar vooral omdat ze bang zijn voor afwijzing. De nuchtere werkelijkheid is echter dat je door niet te vragen wat je wilt, eigenlijk jezelf op voorhand al een afwijzing bezorgt. Je zegt al nee tegen jezelf voordat iemand anders zelfs maar de kans heeft gehad om dat te doen. Nou, dat is toch hartstikke jammer. Daarmee verspil je een makkelijke mogelijkheid om te krijgen wat je wilt. Durf te vragen en je hebt de kans op een ja. Probeer het gewoon. Even een simpel voorbeeld. Stel je voor dat je een avond naar de bioscoop wilt. en je bedenkt iemand die je heel graag zou willen meenemen, maar je durft niet, je bent bang. Voor de afwijzing. Maar wat is de realiteit? Je zou toch al alleen naar de bioscoop gaan en na een afwijzing ga je nog steeds alleen naar de bioscoop. Er is dus helemaal niks veranderd in je situatie. Zegt die andere persoon echter ja, dan heb je gekregen wat je wilt en dat is positief voor jou. Nou, ik zou zeggen, ga voor die kans. De manier waarop je vraagt is trouwens ook van grote invloed op het antwoord dat je krijgt. Wees altijd positief in je vraagstelling. Ga ervan uit dat je krijgt waar je om vraagt. Toon geen twijfel. Durf gewoon te vragen wat je nodig hebt of wat je wilt. En krijg je een nee, dan heb je, zoals hiervoor al gezegd, niks verloren. Je had het namelijk ook al niet voordat je de vraag stelde. En krijg je een ja? Nou, mooi, dan heb je wat gewonnen. Probeer het gewoon. Je zult merken dat je door gewoon te vragen, in veel gevallen, die afspraak, die hulp. Die korting, die steun of die plek krijgt die je zo graag wilt. Wees heel specifiek in wat je vraagt. Laat er geen twijfel over bestaan wat je precies wilt. Want vage vragen leveren namelijk vage antwoorden op. Wees duidelijk. En dan zul je zeggen: En als ik nee als antwoord krijg, nou inderdaad, daar zul je aan moeten wennen. Dat je onderweg naar je doel ook veel afwijzingen en heel vaak nee op je vragen zult krijgen. Maar dat geeft helemaal niks. Dat is zelfs heel logisch. Als je iets van anderen wilt, zul je in veel gevallen een nee krijgen vanwege de simpele reden dat ze op dat moment andere afspraken of andere intenties hebben. Of geen mogelijkheid hebben om positief op je vraag te reageren. Of ze hebben net een ontzettend slecht humeur. De kunst is dan om het niet op te geven. Vraag het gewoon later nog een keer. De aanhouder wint. Echt. Heel vaak. Twijfel je nog steeds over het nut van vragen en blijven vragen? Ben jij iemand die denkt, nou, nah, maar ik heb het al een keer aan deze persoon gevraagd en toen was het antwoord nee. Waarom zou ik bij een tweede of een derde keer vragen ineens een ja antwoord krijgen? Nou, dat is heel simpel. Omdat het een ander moment is. Omdat de betreffende persoon in een betere stemming is dan de vorige keer omdat de omstandigheden of inzichten net iets veranderd zijn. Omdat je inmiddels iets meer vertrouwen bij deze persoon hebt verworven. Of omdat je je vraag net iets beter hebt verwoord. Kortom, omdat situaties nu eenmaal constant en per moment veranderen. Je hebt niets te verliezen en alles te winnen door gewoon te vragen en te blijven vragen wat je wilt. Probeer het maar eens en je zult zien dat het werkt.